Ik wil even proberen als jullie iets lomper spelen. Het is zo gevoelig allemaal. Nee, maar kunnen we eens proberen dat we deze iets meer rock'n'roll spelen? Dus iets meer losgaan en dat mag het iets meer buiten de lijntjes. Ja? De opnames van het album begonnen in juni 2017. Mooi. Ja, en bijna alle liedjes zijn in de periode geschreven dat ik op tour was rond de Jupiter 2 plaat. Voor mij werkt het gewoon wel goed om op tour te zijn, bezig te zijn en nieuwe ideeën op te doen. Auf Flux FM am Mittwochnachmittag. Wir quatschen ein bisschen. Hello, Johannes. Hi, how are you? Fine, thank you. It's good to have you back. En bedoel ik niet oneerbiedig, maar in zekere zin zijn Jupiter Part 1 en 2 misschien een soort studies gebleken voor wat ik nu heb gemaakt. Kijk, Up bestaat niet zonder die twee delen. En ik denk ook, het hoort absoluut nog steeds bij elkaar. Het is een trilogie waarbij deel 1 en 2 wijzen naar het laatste deel. Dat is het belangrijkste deel. En ik denk dat Up ook zeker als een losstaand album, als een album op zichzelf gezien kan worden. Ik merkte al heel snel bij deze liedjes, tijdens het schrijven en later ook tijdens het opnemen, dat die songs lang met me mee zullen gaan. Ik dacht toen, oké, die haast, die rush die erop zat in het maken van deel 1 en 2, die wil ik niet. Ik wil deze liedjes iets meer laten rijpen en de twijfel weer toelaten. En bijvoorbeeld een song als Hey Now, die ik op een gegeven moment ook in theaters gewoon ging spelen zonder dat het eigenlijk af was. Maar gewoon om te kijken hoe werkt het, hoe gedraagt die song zich. En dat is een hele mooie manier. En eerder ook bij Jupiter deel 1 en 2 heb ik dat gewoon niet zou kunnen doen. Ik zat net te denken, zou ik toch die nieuwe song... Ja. Die heeft wel een soort van tekst, maar nog geen titel. Oh, meet me where the road is steep. We're shifting gear, so move on up. The good night's falling over you. Doe er nog maar 1 geitenkaaspompoen erbij. Ja. En 2 zalm carpaccio. Ja. Ah, perfect. Kom ik het zo ophalen. Up voelt voor mij ja, als een soort voorjaarsplaat. Wel met een dosis zonnige melancholie. Maar het is een hele up-plaat. Het heeft veel energie. Het is ook een persoonlijke plaat. En ik dacht ook, toen we na gingen denken over de albumhoes, laat mijn rotkop er maar eens op staan. Dat is nog nooit, heb ik nog nooit eigenlijk gedaan. Nou, dat is goed daar. Het was heel spannend. Nou ja, omdat je halverwege, dan, ik ben ook een paar keer weggelopen. Ik moet ook niet te veel erbovenop zitten. Op het moment dat het, dan is het, dan denk je dat het er is. Maar dan ga je natuurlijk nog door, want ja, je weet nooit wat er daarna nog komt. Falling into beautiful. Reflecting all the lights above, we radiate. Samen met kunstenaar Sven Sinjenden Hartog en mijn vaste art director Robert Jan hebben we nagedacht hoe pakken we die energie van de plaat, hoe vatten we die samen in beeld en ja, er is iets heel tofs uitgekomen, vind ik.
heb het eerder ook wel eens gezegd. En soms lijkt het me tof om steeds bij elke plaat die je maakt weer te debuteren of zo. En ja, dat voelt eigenlijk nu weer zo. Dit is mijn zevende debuutplaat.